Gelukkig nieuwjaar! Nu Brit lekker met haar luie kont in Engeland oud en nieuw zit te vieren, moeten jullie het de laatste film Nerd Nieuwtjes met mij doen. Dus bespreken we de nieuwste films van Netflix en wat er in januari allemaal te zien is in de bioscoop. Ik ben Dimitri en dit zijn de film Nerd Nieuwtjes van december 2018. Je zal het ongetwijfeld al gehoord hebben, want het is letterlijk overal. De nieuwste films van Netflix. Als eerste hebben we Bird Box, waarvan vooral de memes niet te missen zijn op dit moment. De film, gebaseerd op het gelijknamige boek, gaat over een bovennatuurlijk wezen dat je kan vermoorden als je er alleen maar naar kijkt. In de eerste week dat Bird Box te zien was op Netflix, hebben al meer dan 45 miljoen mensen de film bekeken. En hoewel de scores op sites als IMDb en Rotten Tomatoes niet heel overweldigend zijn, heeft horrorkoning Stephen King er wel een goed woordje voor over. De andere Netflix-film die voor veel oproer heeft gezorgd is Bandersnatch. Deze interactieve film laat de kijker keuzes maken die het verhaal doen veranderen. En dat verhaal volgt een jonge programmeur in de jaren 80 die aan een interactief spel werkt, maar langzaamaan ook zijn geestelijke gezondheid aantast. Alle variaties bij elkaar opgeteld heeft de film een runtime van 5 uur, 12 minuten en 13 seconden. Dus nu alle Marvel-series van Netflix zijn gegooid, zorgt de streamingdienst er in ieder geval voor dat er genoeg anders te zien is. Het is niet geheel onverwacht, aangezien hij eerder dit jaar ook al gespot was in zijn outfit. Maar het is nu officieel bevestigd dat Jake Gyllenhaal de rol van Mysterio op zich neemt in Spider-Man Far From Home. Dit nieuws heeft Gyllenhaal via zijn Instagram bekendgemaakt. De film zal uitkomen op 5 juli 2019. What the... Afgelopen maand zijn er weer 25 films toegevoegd aan de National Film Registry. In dit register, een soort Hall of Fame voor films, worden elk jaar 25 films toegevoegd die een impact hebben gehad op de filmindustrie. Dit jaar zijn onder andere Jurassic Park, The Shining en Brokeback Mountain toegevoegd. Het doel van de registry is om deze films te behouden voor latere generaties. We hebben het in de vorige film in het nieuwtjes al gehad over de eerste beelden van de live-action Lion King. In december was het tijd voor Aladdin om zichzelf voor het eerst aan de wereld te tonen. Op de stil zijn vrijwel alle personages te zien. Aladdin, Jasmina, Abu, Jafar, de geest. En persoonlijk... Oh wacht, dat is Brit. Persoonlijk wil ik zeggen dat ik er niet echt een enorme fan van ben. Maar oordeel zelf, een link naar alle foto's is te vinden in de omschrijving van deze video. In januari zijn de volgende films te zien in de bioscoop. White Boy Rick volgt de opkomst van Amerika's jongste gangster die in de jaren 80 actief was in de onderwereld van Detroit. John C. Reilly en Steve Coogan stappen in de schoenen van het legendarische comedy duo Laurel en Hardy. Stan en Ollie is te zien vanaf 10 januari. In Welcome to Marwen speelt Steve Carell een man die zonder aanleiding in elkaar wordt geslagen in een bar en daarbij zijn geheugen grotendeels verliest. Om met zijn verwondingen om te gaan heeft hij een creatieve outlet gevonden. Dit waargebeurde verhaal is eveneens vanaf 10 januari in de bioscoop te zien. Vanaf 16 januari kan het hele gezin genieten van de derde film in de How to Train Your Dragon reeks. Hiccup, Toothless en de rest van de Viking en Drakengang staan weer klaar voor een nieuw avontuur. Mocht je kunnen overnachten in de bios, dan raden we aan dat te doen, want dan zit je namelijk meteen klaar voor Glass, de bovennatuurlijk mystery film van niemand minder dan M. Night Shyamalan Dinglong. Hey iedereen, Britt hier. Zoals Dimitri heeft gezegd, zit ik lekker in Engeland tijdens de jaarwisseling. Dus helaas kon ik de laatste film meer nieuwtjes niet maken. Toch wil ik nog even afscheid nemen van iedereen en jullie allemaal bedanken, degenen die hebben gekeken. Dimitri en ik hebben er enorm veel rol in gehad om nerdnieuwtjes en film nerdnieuwtjes te maken. Helaas, zoals Dimitri heeft gezegd, door onze drukke agenda's gaat het nu niet meer wekelijks of maandelijks gebeuren. Maar er zullen vast nog wel een hele hoop leuke projecten aankomen voor jullie. Dus een fijn 2019 en we hopen jullie nog eens terug te zien op ons nieuwe kanaal.